U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie. Goeiedag allemaal, mijn naam is Robert Veen en we gaan praten over Genesis 1. En we gaan praten over Genesis 1 in het kader van een nieuwe opzet. Ik kan niet zeggen een serie, want dat loopt meestal verkeerd af, die series van mij. Deel 1 en deel 2 en dan houdt het op. Maar we willen praten over de manier van lezen van de Torah, van de vijf boeken van Mozes, zoals die in het Jodendom gebruikelijk zijn, om het contrast te schetsen, om er iets van te leren, om misschien elementen van de tekst gewoon duidelijker te maken dan ze voor ons in onze gangbare manier van lezen eigenlijk ook zijn. We beginnen dus met de bekende eerste woorden van Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is natuurlijk niet alleen maar een hele fraaie manier om de Bijbel te beginnen. Zo zijn we dat gewend om te lezen. Dit is natuurlijk de veronderstelling van alle theologie, van heel het geloof. God heeft de hemel en de aarde geschapen. En dat is gebeurd in een of ander begin van de schepping. Oké. Nou ja, dat is dan onze vaststelling. Dat is de manier van lezen waardoor we heel snel klaar zijn met die eerste regel. Ja, goed, als je die in het Hebreeuws leest, deze eerste zeven woorden van de Bijbel, dan ben je er helemaal niet zo snel klaar mee. Ja, zeven woorden, want ik lees het dan zo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aret. Te vertalen met in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, het probleem is dat er dus helemaal niet staat. In het begin zou zijn in het Hebreeuws batgila of bereshit hooguit, maar niet bereshit. Bereshit is een vorm die zoiets betekent als in het begin van. In het begin van wat? Zodat sommige mensen gezegd hebben, nou ja, er had dus ook niet moeten staan Bereshit bara. Bara betekent hij heeft geschapen, of hij schiep. Misschien moeten we zeggen Bereshit bero. Bero is het scheppen. En dan moet je begrijpen, in het Hebreeuws zie je dat dus niet aan de letters, aan de medeklinkers. Want dat blijft hetzelfde, bara of bero, dat zijn dezelfde drie medeklinkers. Alleen de later toegevoegde klanktekens maken dan het verschil. Maar dan kun je zeggen, bereshit bero, oké, dat betekent dus in het begin van, namelijk het scheppen. En dan staat er daarna Elohim, dat is ook niet zo begrijpelijk. Maar je kunt dan tenminste zeggen, nou ja goed, het is een soort van wonderbaarlijke constructie sowieso al in het begin van het scheppen van God. Zo zou je dan de tekst kunnen gaan lezen. Het is niet helemaal helder hoe dat kan, dat die aansluiting van hij schiep en de naam God is logisch. Hij heeft geschapen, namelijk God. Maar het scheppen, ja, hoe kom je dan op die uitdrukking van God? Dat is niet te zeggen. Het is dus heel begrijpelijk dat de Masoreten die deze klinkertekens hebben toegevoegd een keuze moesten maken. Dus of Bereshit Bero en dan bleven ze met het probleem van Elohim zitten. Of ze losten het probleem van Elohim op, Bara Elohim. Hij heeft geschapen, namelijk God. Maar ja, dan hadden ze nog steeds te maken met Bereshit. Dat bleef dan over. In de vertaling die wij dus hebben, in den beginne schiep God de hemel en de aarde, zitten we wel dus met eigenlijk een spanning in de Hebreeuwse tekst, in de eerste drie woorden al van de Hebreeuwse tekst,
waar we niet helemaal uitkomen. Nou, dat zien wij dus niet in de Nederlandse vertalingen. We hebben daar het woordje het staan, wat er niet staat. Schiep God staat er misschien ook niet. En wat ook nog wel belangrijk is, is natuurlijk die uitdrukking de hemel en de aarde. Nou ja, daar komen we dan nog wel uit, want dat is de Hebreeuwse manier om te praten over de hele geschapen werkelijkheid. Die is hemel en aarde, die is altijd, nou ja, daar kun je een hele filosofie aan verbinden. En dat we dus niet de schepping zien als de kosmos, dat Griekse woord dat zoiets betekent als juweel, als een in zich opgesloten eenheid. Dat mag je je voorstellen als iets wat helemaal rond is en zuiver is. Zo is dat geheel opgebouwd. Maar in het Hebreeuwse denken is dat een duaal stelsel. Het is hemel versus aarde. Daar zit een verticale lijn en een contradictie en een oppositie tussen, een spanning tussen. Maar nu naar de uitlegging die, daar beperk ik me dan vandaag in ieder geval toe, die Rashi geeft. Rashi leest die tekst en die zegt, die heeft een vraag en die is heel anders. Die vraag over het eerste vers van de Torah, van de vijf boeken van Mozes, waar Rashi mee komt is, ja, maar waarom begint de Torah nou met deze uitspraak? Waarom moeten we dit eerst horen? Dat is toch verondersteld, zou je kunnen zeggen, en waarom moet dat nu vermeld worden? En dan zegt de Rabbi Isaac, Rabbi Yitzhak ben Shlomo, zijn vader uit Salomo, Rabbi Isaac die zei, de Torah is het boek van de wet voor Israël. Dat is toch wat de Torah is. Het geeft regels, aanwijzingen, instellingen, rechten, verplichtingen, opdrachten aan Israël. Dat is de manier waarop het Jodendom die Torah benadert. Nou, een wetboek moet toch beginnen met het vers uit Exodus 12 vers 2. Deze maand zal voor jullie de eerste van de maanden zijn. Dat is het eerste gebod dat we eigenlijk vinden gegeven aan Israël. Maar dan zitten we in Exodus. En dan stelt hij de vraag, wat is dan de reden dat het begint met de schepping? Nou, alleen die vraag al is buitengewoon interessant. Waarom begint inderdaad de Bijbel met de schepping? Wie moet daar nou eerst van overtuigd raken dat er zoiets is geweest als een schepping, voordat we kunnen beginnen met de opdrachten, de levensregels, de leefregels en al het andere wat de Torah, wat de Bijbel ons mee te delen heeft? Nou, wat heel aardig is, is het antwoord dat Rashi dan geeft. Hij citeert Psalm 111, vers 6. Dat is de reden, zegt hij, waarom de Bijbel moest beginnen, waarom de Torah moest beginnen met deze woorden. Namelijk, hij verklaarde aan zijn volk de kracht van zijn werken. Dat leest Rashi dus zo, alsof daar staat, hij verklaarde aan zijn volk het werk van de schepping. Hij verklaarde aan zijn volk de kracht van zijn werken. En Psalm 111 vers 6 gaat dan zo door, zodat hij hen zou kunnen geven de erfenis van de naties. Een merkwaardige combinatie in één psalmvers. De kracht van zijn werken. Maar wat is dat? Zijn dat de wonderen die de Heere heeft gedaan bij de uittocht uit Egypte? Dat staat er dus niet. Het is dat de kracht van zijn werken. Ja, maar wat zijn dan die werken van de hand van God? En hoe zit het dan met die connectie die gemaakt wordt tussen de kracht van die werken en het geven van de erfenis van de naties? En dan komt er een prachtige midrash. Midrash is dus een wat vrijere uitleg van de betekenis van zo'n tekst. Dan zegt hij, kijk, het eerste wat mensen zouden kunnen zeggen wanneer ze geconfronteerd worden met het bestaan van Israël in het land Israël, die daar de Torah willen gaan doen, die kunnen tegen Israël zeggen, jullie zijn niets anders dan stelletje dieven,
Want je hebt met geweld de landen ingenomen van die zeven volkeren die in Kanaan woonden. Dat heb je in de intocht in het land allemaal veroverd. Dat heb je met geweld verworven. En ja, dat is een opmerking die tot in de huidige dag zou klinken. Eerst het wonen van Israël in het land Israël, niet eigenlijk een gevolg van politieke machinaties, van geweld. Hoe zit dat met die verschillende oorlogen die gevoerd zijn, waardoor Israël als staat delen van het land ook naar zich toe getrokken heeft? Zijn er niet de zogenaamde bezette gebieden? Het is een hele actuele vraag eigenlijk. Jullie zijn dieven, want je hebt met geweld die landen in bezit genomen. Je hebt ze weggenomen van die zeven volkeren van Kanaan. Ja, en dan is het eerste wat Rashi ziet. Rashi die in Frankrijk woonde in de 11e eeuw. En denk ik ook wel met dit soort vragen geconfronteerd werd. Dan zegt Rashi, kijk, daarop begint de Torah met deze uitspraak. Omdat dan een antwoord mogelijk wordt. Een antwoord op die beschuldiging van diefstal. Israël kan namelijk zeggen, kijk, de hele aarde is het eigendom van de heilige gezegend zij hij. Het is het eigendom van God. Hij heeft haar namelijk geschapen en heeft het gegeven aan wie hij wilde. Kanttekening, er is een fraaie dubbelzinnigheid in het woord aretz. Haaretz staat hier, dat is de aarde, vertalen we. Maar aretz betekent ook land. Dus je kunt spreken over de artsot, de verschillende landen die er zijn. En je kunt spreken over Haaretz, het land, dat is dan doorgaans ook Israël, het land bij uitstek. Maar het kan ook zijn het land, het land van Egypte, Eretz Mitzrayim is het land van Egypte. Het is niet de hele aarde van Egypte, het is het land van Egypte. En er zit dus een soort dubbelzinnigheid in dat woord Aretz die hier gebruikt wordt. Hier wordt gezegd, heel de aarde komt toe aan de heilige, is het eigendom van de heilige. Ja, dat geldt dus ook voor elk deel van die aarde, die zelf ook weer een aretz kan heten, een bepaalde landstreek, een stuk land dat bij elkaar hoort. Zoals God dus de aarde heeft geschapen, heeft hij ook het land Kanaan, dat wil zeggen het land Israël, geschapen. En hij mag het geven aan wie hij wil. En het slot van deze opmerking. Toen hij het wilde, heeft hij het aan die zeven naties gegeven. Elk eigendom van land is uiteindelijk niet afhankelijk van het geweld waarmee het wordt ingenomen. Hoewel dat dus ook door die Kanaanieten gedaan is. Er is eigenlijk geen volk te bekennen dat zijn land niet heeft veroverd op de formele eigenaar of op de inwoners ervan. Maar hier wordt gezegd, kijk eens, als de Heere niet had gewild dat Israël in dat land gekomen was, had hij het voorkomen. Dan zou hij geen opdracht hebben gegeven om dat land ook in te nemen. Daar was een reden voor en de reden is dat die zeven volkeren een bepaalde graad van zonde bereikt hebben. En als die zonde voltooid is, na zoveel generaties, dan heeft God bovendien nog een keer een reden om zijn recht op dat land uit te oefenen. Toen hij het wilde, gaf hij het aan hen. En toen hij het wilde, nam hij het van hen weg en gaf het aan ons. Dan kun je zeggen, dat is fraai. Toen hij het wilde, nam hij het van hen weg. Maar jullie, Israëlieten, jullie hebben in feite deze daad gepleegd. Jullie hebben met geweld ingegrepen. Jullie hebben met geweld het land veroverd. Maar ja, als je gaat lezen in de geschiedenis van Jozua, dan zie je hoe nadrukkelijk Israël zich er bewust van geweest is dat dat eigenlijk allemaal zeer wonderbaarlijk is toegegaan. En dat dat menselijkerwijs gesproken eigenlijk een onmogelijkheid geweest is. Dus kan er gezegd worden, theologisch, maar ook reëel en historisch, hij nam het van hen weg en gaf het aan ons. Ja, dat geeft in ieder geval ook deze gedachte, al staat het bij Rashi dan niet rechtstreeks. Waarom kun je en moet je accepteren dat Israël hierdoor
de wettige eigenaar van het land is geworden. Nou, termen van de Torah zelf. Omdat de Torah belangrijker is dan welk volk dan ook. Omdat de Torah gedaan moest worden. En die Torah moest gedaan worden in het land. In het land gedaan worden. Dat is de reden dat de Heere dat land aan Israël heeft gegeven. Met het oog erop dat die Torah wordt gedaan. Er is een gedachte uit de politieke filosofie die hier misschien ook een rol mag spelen. En dat is deze. Er is altijd een soort van recht van de macht die voorafgaat aan het ontstaan van een geordende samenleving die een rechtsorde heeft. Het recht van de macht is, ja, die macht die doet iets, die verovert een land. En dat is het recht van die macht. Als die macht dat kan, dan zal die het doen. Het is een heel cynische gedachte, maar het is in feite wat er door de hele geschiedenis heen gebeurd is. Maar hoe kun je nou dat recht van de macht uiteindelijk rechtvaardigen? En dan is de gedachtegang, kijk eens, als het recht van de macht leidt tot de macht van het recht, dus als die situatie van verovering en geweld en dat land innemen, als dat ertoe leidt dat nu de Torah gevestigd wordt en de gerechtigheid van de Torah gaat gelden, dan kun je zeggen achteraf, wordt met de macht van het recht van de macht, gelegitimeerd. Het is niet misschien een gedachtegang die voor iedereen onmiddellijk geheel en al acceptabel is. Maar het laat in ieder geval de intentie zien in de literatuur van Israël om te zeggen, kijk eens, het hangt uiteindelijk allemaal van de Heere God af. En het wordt gerechtvaardigd, het wordt gelegitimeerd, omdat hij het kan geven met een doel, namelijk dat die Torah gedaan wordt. Dan moet je ook beseffen dat deze Rashi in Frankrijk woont. Hij woont in Frankrijk niet omdat hij dat wil, maar omdat Joden uiteindelijk uit Israël verdreven zijn en een nieuwe ballingschap is ontstaan. En we hebben de Babylonische, de Assyrische ballingschap, de hegemonie van de Persen en de Grieken en de Romeinen, maar uiteindelijk blijkt dit ook waar te zijn tegenover Israël. Toen hij wilde, heeft hij Israël aan het volk Israël gegeven. Maar toen hij dat wilde, heeft hij het ook van hen weggenomen bij het begin van de Europese ballingschap. Zo kun je zeggen over 1948, toen hij het wilde, heeft hij het opnieuw van hen weggenomen. In die hele wonderlijke gang van zaken rondom de stichting van de staat Israël, weet u nog, met die merkwaardige stemming waarbij Rusland uiteindelijk de doorslag gaf en voor de stichting van een staat Palestina die in tweeën dan gedeeld was, Palestijns deel, Israëlisch deel, daarvoor stemde, waardoor de stichting van de staat Israël een feit werd. Nou, gaf meteen problemen en een oorlog. Maar je kunt zeggen, die wonderlijke gebeurtenissen worden theologisch geïnterpreteerd als een uitdrukking van de bijzondere voorzienigheid van God. Hij nam het ook van Israël weg. Honderden jaren. Maar uiteindelijk nam hij het ook weer weg van de Arabische volkeren die daar zaten en gaf het aan Israël. In de gedachtegang van de theologie van Israël is dus zowel de inname van het land, maar ook weer de verdrijving uit het land, een onderdeel van Gods voorzienige omgang met zijn land. Want in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, betekent hij is de eigenaar van heel de aarde, dus ook van het land Israël. Dank voor het luisteren naar Beit Ahavat Torah. Graag tot ziens.